24 jongeren van nu keren terug in de tijd en komen terecht in een internaat uit de jaren 50. U hebt waarschijnlijk nog niet half door waar u nu aan begonnen bent. Zonder gsm, computers of televisie. Ik vind de jaren 50 echt niks van mij. Geef mij maar 2006. Afstand! 3 weken lang de ijzeren discipline van een streng college. Kijk hier eens, wat dat hier allemaal uit kan. Tucht heerst met harde hand. Voilà, de deuren. Hey, zet recht. Wat dan met dat? Jij moet normaal doen en je moet je gedragen zoals dat moet. 7 dagen op 7, zonder luxe of comfort. Waf, je stinkt gelijk de pest. Met een minimum aan hygiëne. En wel heel sobere maaltijden. Nee, vaak, sorry. Jeugd van tegenwoordig. Het internaat. Ik word zat. Ik wil gewoon naar huis. Vorige keer. Tim en Romy worden aangeduid als klasverantwoordelijken. Proficiat en veel succes. Aris gaat door het lint tijdens de les LO. Wat een We gaan gewoon aan drukte. Zieke Sharon moet het college verlaten. Ik zie je niet graag. En een nieuwe leerling komt aan op Sint-Victor. Juffrouw Grandjean. En die heeft onmiddellijk spijt van haar komst. We gaan hier weg. Goedemorgen, tijd om op te staan. Zoals altijd worden de leerlingen van Sint-Victor om 6 uur 's ochtends gewekt. Voor Alexandra begint vandaag haar eerste echte schooldag. De 6 eerste meisjes mogen naar binnen gaan. De jongens weten nog altijd niet dat er gisteren een meisje is bijgekomen. Onder het waakzame oog van klasverantwoordelijke Tim gaan ze richting toiletten. Onze gaat half de hoofd van de meisjes. Dat is niet een meisje. Ja. Alexandra, noemt die. Alexandra. Er is blijkbaar iemand nieuw. Alexandra, zal ze heten. Maar niet meisje. Oh ja. Het zal wel niet gemakkelijk zijn, denk ik, voor haar om haar zo ineens op naar het leven in de jaren 50. Hij zou schreeuwen, maar niet meteen. Zo. Want we zien hè. Ik ben Alexandra. Afzien Hazer. Oh, zeker. Ik ben iemand die gehoorzaam is, maar niet altijd. Als er iets verboden is, doe je dat rapper, omdat je het dan niet mag en dat je dat wel wilt doen. Ik zou waarschijnlijk beschouwd worden ten eerste als een nieuwtje. Tussen al die meisjes daar die, en die jongens die daar al gewezen zijn. Ze kunnen wat saal koppig doen. Heeft ze geen hoesting, dan gaan ze het niet doen. Het is wiskunde. Dus, bah. Maar de speeltijd vind ik leuk. En ze is altijd te vinden voor een beetje leuk, hè. Maar alleen maar die verschrikkelijke bel. S'morgens, ochermen dat kind, als ze moet opstaan. Het gaat waarschijnlijk niet om 9:30 zijn. Ze krijgen mijn claim. Ha. Maar al van bij het opstaan mocht Alexandra ervaren dat het internaatsleven niet van de poes is. Goedemorgen, juffrouw Grandjean. Uit uw bed, meisje. School voor uw bed staan. Dat vroeg opstaan? Ik zou dat veranderen. Maar nog gaat dat niet. Voor Alexandra is alles nog nieuw. De andere leerlingen proberen haar zo goed mogelijk te helpen. Alle knoopjes moeten tot boven dicht. En dan die rok en die sluiting moet aan de zijkant. Zo. Dus je mocht je das hieronder niet zien in je knopje eigenlijk ook niet. Dat is de achterkant. En dan moet je zo naar de rechterkant zo aan schuiven. Dat is ook wel eens een duim. Romy moet als klasverantwoordelijke de ochtendinspectie doen. Nauwgezet controleert ze of iedereen in orde is met de vestimentaire regels van het college. Ik vind het een beetje overdreven, maar het is misschien al hoe dat was vroeger. Ja. Mevrouw Van Nes staat voor uw bed, fierheid. Ondanks de controle van Romy betrapt het alziend oog van de zuster Alexandra toch nog op een slordigheid. Wilt u uw baret of uw pet een keer afdoen, alsjeblieft? Kan dat erdoor gaan? Dat getuigt niet van kuisheid. Draai dan een keer op. Wie heeft u geleerd om een das te knopen? De leerlingen? Ja. Ja, zuster? Zuster. Leer dan een keer. Oké? Okay?
ja, zuster. Voilà, zo wil ik het horen. Die non, ik weet niet waarom, maar ik vind haar echt een bitch. Haar manier van doen en kijken en... Vooruit! Tijdens het ontbijt heeft de directeur verrassend nieuws voor de leerlingen. Jongens en meisjes, ik heb voor jullie nog een zeer belangrijke mededeling. Naar jaarlijkse gewoonte vieren we op onze school met gepaste luister onze patroonheilige Sint Victor. Nu zondag worden jullie ouders hier na de middag verwacht voor een feestelijke dag vol activiteiten. Ik ben blij dat ik mijn mama ga zien. Ik heb haar gemist. Oh nee, ik niet verwacht. Ga ik ook. Oh, leuk dat de mama komt. Dan gaan we ze eens mogen scheren. Het is dood. Vind ik dat positief? Ik hoop alleen dat mijn ma de laten niet heeft. Anders kan ze misschien niet komen, omdat de auto dan bezet is. Neem die hoofddeksel af. En dan is het tijd voor de eerste lessen van de dag. Voor Alexandra de eerste kennismaking met het onderwijssysteem van de jaren 50. Wij nemen dan, juffrouw Hendricks, juffrouw van Kalster en de anderen, het boekje met de logaritmentafels. De sinus verhoogt van boven naar onder, vermeerdert de tangens ook. De cosinus vermindert en de cotangens ook. Gaat u verder oefeningen maken, alstublieft. En het gebruik van logaritmetafels in plaats van rekenmachines maakt de leerstof voor sommige leerlingen blijkbaar minder abstract. Hier ja, is het wel makkelijk omdat je zo alles ziet staan en zo. Moet je niet alles opnieuw beginnen. Dus het is fout om mijn rekenmachine, moet je altijd zo deleten en terug beginnen. En hier is het zo, ja, je kijkt gewoon opnieuw. Dus. Ik vind een rekenmachine tof. Je hebt zo'n knopje sinus, je drukt daarop en je drukt een cijfer. Of je 7x8. Alexandra kijkt met stijgende verbazing hoe de andere leerlingen zich van hun taak kwijten. Zijn voet. Ik ben hier gekomen voor trappen te maken en voor een beetje leuk te zijn en al. En blijkbaar lukt dat met sommige mensen net niet. Want die mensen zijn gewoon veel te bang van iedereen en zo. Dank u wel, juffrouw van Kalster. Is dat een gok, juffrouw van Kalster? Ja, meneer. U heeft goed gegokt, juffrouw van Kalster. Het is echt veel te saai en te zwak en te, ja, niemand durft iets doen. Ja. We hebben geen keuze. Dus ofwel luisteren ofwel in de straf of, ja, en dan heeft die directeur nog harder aan je kop. Ik kan nog heel tijd zijn om iets uit te steken, maar ja, het is niemand die mee wil doen, dus ja, dat gaat niet. Ik denk dat wij ook allemaal iets van. Ja, nu gaan we van alles uitsteken, maar we hebben dan de Gert zien voorgaan. Maar dat haalt toch niks uit om iets uit te steken. Alleen dat ze daarachter nog maar een her op je kop zitten. Ja, de eerste weken was het zo. Maar ga je gang, ja. Jij mag, dan kunnen wij nog eens lachen. Tijdens een voetbalwedstrijd laten de jongens zich van hun beste kant zien. Wie heeft eigenlijk de mooiste? Koos heeft de mooiste. Nee. Het perfecte mannenlichaam, dat is zo. Gespierd met een seksuele? Gespierd met een gehaard. Dat van Tim is gewoon naar boven gegroeid schade. Allee, maar joh, die is echt zo seksuele over heel zijn lichaam. En de diep. Dat noemt mijn borsthaar of zo. Als ik moest kiezen van al die lichamen. De Joffrey, maar dan zo met een zak boven zijn kop. Dat is toch een domme discussie over wie dat er schoonste lichaam heeft. Dat is zo precies gelijk dat we niks anders doen alle dagen dan ik vind ons af te vragen. Dat heb ik. Terwijl Candy volop geniet van al het mannelijk schoon, zondert Sarah zich af. Ze is verontwaardigd over het losbandige gedrag van haar vriendinnen. Precies gelijk dat ze nog nooit jongens gezien hebben. Allee, ja, bedoel, het zijn die meisjes die vrienden hebben, ook vriendjes hebben en die lopen daar zo de hele tijd van oh, dan zien die heeft gewoon lichaam en dan zeg ik, maar heb toch een vriendje thuis? Oh, dat kan men, nu krijg je geen kloot schil, zeggen ze dan. Er zijn dus zo mensen die denken dat Candy een beetje verliefd is op Jeffrey. Allee, hoe dat hij daarin kijkt en zo. Ja, soms denk ik dat ook wel, maar langs de andere kant, die heeft wel een vriendje thuis.
denk toch dat ik hier een beetje een kuis ben. Ook al zeggen ze soms van niet, maar... Hallo, ik ben Vlaming Candy. Ik woon hier samen met mijn mama en mijn papa in het Frituurt Lekkerbekje. Ik ben benieuwd dat wel gaat klikken tussen de meisjes apart en de jongens apart. Misschien de jongens en de meisjes tezamen, wie weet. Ik zal mij daar dragen, dat ik moet, allez, wat dan ze van mij verwachten. Dit proberen toch. Het langste dat hij ooit weg geweest is, is 10 dagen. Maar nu is dat direct 3 weken. Wat ik ga missen, is met mama gesprekken die we onderling voeren. De band met de moeder ten opzichte van de dochter is heel groot. Ik zie dat zitten om ja, met jongens en meisjes zo samen te zitten. Tijdens hun vrije tijd 's avonds hebben de jongens en de meisjes het ondanks de strenge 50 centimeter regel zeer moeilijk om uit mekaars buurt te blijven. Vlaming. Ja, meneer? Je zit ongepast met je benen tussen die van Feitsma. Voetseks. Maar die mama is helemaal zo. Zou je je pose wat kunnen aanpassen? Ik zit met mijn benen toe, hè, meneer. Ik doe niks. De jaren 50 is voor mij iets te zedig. De knie. Wat kan dat... Dat is toch iets menselijk? We dwaalden wel erg ver af van het schoolreglement, hè? Oorspronkelijk hadden we het over 50 centimeter. Ja, maar kijk, als ik zo zit en hij zit nu zo bijvoorbeeld. Ik zit toch met mijn benen toe, meneer? Ja, maar dat is wel erg close, toch, hè? Candy, aan de ene kant is ze rustig en dan komt Joffrey in de picture en dan is ze heel wild. Maar dat is toch... En dan zit hij altijd zo aan Joffrey zijn lijf. Oh... Ja, maar en dan, je doet net dat je jaloers bent. Maar ik ben helemaal niet jaloers. Maar dat is toch maar normaal. Iedereen heeft... Hier zijn niet zoveel die echt knuffelbeesten zijn. En ik ben thuis echt een knuffelbeest. Dus elke dag maar één knuffel zou wel veel beter doen dan elke dag geen. Je hebt wel waar, man. Gedaan, hè. Zometeen. De jongens gaan gluren bij de meisjes. Heren, als ik iemand van jullie hier zie, handje. En de les seksuele opvoeding is niet wat de leerlingen ervan verwacht hadden. Het onzedig gedrag van de leerlingen is een doorn in het oog van het lerarenkorps. En dat krijgen ze de volgende ochtend al meteen op hun boterham. Meneer directeur heeft mij even terzijde genomen en mij bepaalde zaken toevertrouwd waarover ik mij ernstig zorgen maak. Hoe kunnen jullie zich wapenen tegen de onkuisheid? Hierbij behoort uiteraard ook de zelfbevlekking, die des doods is en die uiteraard bij de zware zonden dient gerekend te worden. En ik richt mij nu in het bijzonder tot de jongens en tot de mannen. Want bij jongens en bij mannen kan dit zelfs blindheid in de ergste graad veroorzaken. De zedigheid uit zich in onze kleding, maar ook in het aanraken. In het schoolreglement staat hierover een en ander geschreven. En ik raad dan ook iedereen aan dit nog eens goed te lezen. Maar ook toe te passen in zijn dagelijkse leven hier op het Sint-Victor College. Oh. Maar je hebt een vreselijke tijd zijn geweest. Dat is de eerste keer dat ik geluisterd heb naar wat die mens zei. Kom op, dat is zo grappig. Ja. Ik weet niet dat God het ook niet zo erg vindt dat je gaat aan je bier trekt. Hè. En nu fluit. Ik kom blind en ik kom in de hel. Ik bedoel, ja, draag misschien wel lezen, maar dat komt toch niet van ho. In plek van een tenniselleboer. Er hangt thuis nog iets wit aan je lip. Allee, ik... Je was serieus. Ik weet dat ik ooit aan mijn nonnen kan zetten. Maar niet fijn dat dat mijn shell is. De onkuisheid is er niet voor mij. Dat is er alleen maar voor de kerken. Ik bedoel, ja, ze zijn dat toch eerst aan te memen van je meugt niet dit, je meugt niet dat. Maar ze vergeten ze er dan met in jouw poters. Ik bedoel, ja, Jezus. Ik kan het zeggen, ik kan niet zo durven. Draag hem eigenlijk geen bril? Ja! Dat is het begin. Hey, maar ik ben al die leerkrachten daar aan een bril. Valt dat nu op? Directeur ook. Dat is wel waar. Hè. Oh! Goeie.
Tijdens de les godsdienst gaat meneer Wuits in alle ernst door op hetzelfde thema. Gaat u zitten. Wat is het celibaat? Probeer te definiëren. Nee, gaat het zo. Dus dat een priester, dat zij geen seks meer mogen hebben. En dus geen onkuise gedachten en al. Hey? Dat is een beetje van dat, hè? Hey? Het gaat in de richting, ja. Wanneer iemand ervoor kiest om alleen in het leven te blijven staan en maagdelijk te zijn en te blijven ten dienste van de grotere gemeenschap. En dan hebben we het over het celibaat. Mensen die ervoor kiezen om hun teelkracht niet aan te wenden, maar die ongebruikt te laten om hogere krachten des te vrijer te laten werken. Nee, dat is echt niet. Dat is echt mijn ding niet. Liever met twee in een bed dan alleen naast je bed op je knieën zitten bidden. Had je nog te komen, Vlaming? Maar is dat dan niet ambetant voor jou? Stel dat jij nu een vrouw ontmoet en dat je er iets voor voelt, en dan? Celibaat is een keuze en een offer, zoals ik daarnet al zei, jongeman. Celibataire als in huwelijkse toestand is niet gemaakt om zomaar op zijn driften te drijven. Ah, oh, ja. De leerlingen hebben heel wat bedenkingen en vragen bij de les van meneer Wuits. Maar in de jaren 50 werd je verondersteld om simpelweg alles te aanvaarden wat de leerkracht je te vertellen had. Nee, vingers weg. Ja, mag je een mooie vraag stellen? Mijn antwoord alleen maar op mijn vraag, waar dat hij eigenlijk iets op terug kan zeggen. Nee, meneer Henkes. Er is een serieus contrast tussen het onderwijs nu en dat in 2006. Als je geluk hebt, moet je al een vraag stellen en je hebt volledig geen inspraak in de lessen. Meneer Nijs verzamelt zijn leerlingen voor een les biologie. Omdat seksualiteit in de jaren 50 nog een taboe was, werd er nooit openlijk over gesproken. Seksuele opvoeding kregen de leerlingen dan ook enkel via omwegen. Nu, normaal gezien onder je bank, daar vindt u een korfje. En u mag daar dat plankje uithalen. U gaat in stilte uw plankje nemen. Vanessa van Kalster, blijf hier. Nee, maar meneer, ik ga echt niet aanzien. Als u nu naar buiten gaat, mag je straks alles opruimen. Nee. Op uw plaats. En rap. Oh. Oh, nee, nee. De bedoeling is dat we die gaan dissecteren. Nu, hoe gaan we dat doen? Eerst de pels en dan de rest. En die bloeit die nog. Als een neus moet kijken, dat komt niet uit. En na een tijdje wordt de geur en de aanblik van menig opengesneden rat Kelly en Aris Lady toch echt wel te veel. Je ziet echt zo door dat kopje en dat vel. Je ziet echt nog in zijn geheel en dan word ik zo misselijk. En dan hangt het er zo tegen dat plankje. Dat is niks voor mij. Dat is echt gewoon. Ten eerste, ik ben bang van ratten. Ten tweede, ik ga echt geen dier opensnijden. En dan moet ik daarin gaan timmeren. Nu de grootste consternatie achter de rug is, kan er eindelijk overgegaan worden tot de orde van de dag. Vrouwtjes, die hebben tepels. Normaal gezien een rij van 2x6. Bij de jongens is het op een andere manier te zien. Als je tussen de benen kijkt, dan valt daar duidelijk de balzak op. Als het niet duidelijk is, dan kan je soms wel het mannelijke lid zien. Dus hier kan je goed de penis zien. Allee, de penis, de zaadgeleider. Hè. Allee, ja, dat. Je kan, als je een vrouwtje hebt, kan je echt op zoek kunnen naar de baarmoeder. Hè. Ja, lekker. Krijg je er honger van? Alexandra werkt met lange tanden het middagmaal naar binnen. Ze vindt haar zure haring maar niks. De andere leerlingen zijn ondertussen erger gewend. Is dat van mij van het eerste middag eten? Nee, nu is nog lekker. Anders zijn ze keiwies. U hebt waarschijnlijk al gemerkt dat hier alles wordt opgegeten. Mm-hmm. Als je alles niet opeet, dan heb je met mij te maken. Dan neem ik je mee naar de ziekenboeg. Dan krijg je van mij lekkere vitamine. Ja, dat is leverdraan. Dat is klaar en duidelijk. Smakelijk verder. Dank u. Als je nu een kleine eter bent, dan moet je heel bord niet eten. Kan je dan even goed ziek gaan eten? Dat is
voor mij te kiezen. Rianne staat, je hebt een kop. Ook Safi krijgt haar vismaaltijd amper naar binnen. Heerlijk is dat. Ja. Dat is toch afval? Nee, dat is geen afval. We geven geen afval op Sint-Victor, Vanis. Ik eet die eitjes niet op. Ik eet geen caviar. Ik eet geen haring. Het is fijn om je met smaak te zien eten. Oh, wat is zeker altijd. Zit u op uw stoel? Ik eet dat niet op. Echt niet. Je kent de consequenties, Vanis? Nee. En Safi is niet de enige die haar vis niet wil opeten. Meneer Henkens, mag ik u vragen waarom dat jij daar zelfs niets van geproefd hebt? Ik heb dat al zoveel geproefd, dus ik moet dat niet proeven. Niet onbeleefd worden, hè, man? Ik wacht niet onbeleefd. Nee, het zal niet zijn. Je begint te brullen. Wat blieft? 60. Buiten. Ik heb een beetje ADHD. En als ze stress veroorzaken en zo, wordt dat erger en erger. En dan ben ik bang dat ik straks de stoel pak op naar die directeur smijt of naar iets anders. Ik ben Nick Henkens. Ik woon hier in Geel, samen met Smoeke. Ik heb altijd wel iets te doen. En school is noppes. School is niet echt belangrijk voor mij, zolang ik maar door ben. Dat ik niet moet blijven zitten. Ik kom eten! Als je me iets vraagt, hij vergeet alles. Ik kan hij al 10 keer stond roepen beneden, hè. Maar ik zeg je konijn, hè? Ik hoop dat hij meer discipline gaat krijgen. Dat hij niet denkt dat het leven alleen maar lachen, feesten, plezier maken. Smoeke zegt al soms dat ik verwend ben. Deze had hij liever zeker. Dat is al beter, Smoeke. Lange leven te lol, laat ik zeggen. Een slechte karaktereigenschap van mij is dat ik redelijk snel uitvlieg. En ja, mij zal moeten inhouden. Als ze een beetje streng zijn, ja, heb ik al gauw de neiging om ook rare bekken te trekken. Ik word echt woest als ze mij beschuldigen van iets dat ik niet heb gedaan. Meneer Henken, onbeschoft gedrag tegen de zuster. U hebt zich blijkbaar weer in de kijker geblazen tijdens de eetsessie. Maar ik vrees, vriend, dat u een blokfluit bent van bedenkelijk allooi. En jij mag meegaan met mij tot buiten, waar meneer Kovijn op u wacht voor een leuke sessie. Zonder toeschouwers deze keer, meneer Henkens. Wilt u mij even voorgaan? Ook de uitval van Safi in de eetzaal blijft niet ongestraft. Ze moet van de zuster onkruid bieden. Ik vind het een belachelijke straf omdat je toch... Je weet op voorhand dat je niet elk sprietje onkruid eruit kunt trekken. Dus hoe vaak ik die ronde ook afga. Dat gaat uren duren. 2, 3... Ook de straf van Henkens zal lang duren. Dat is het. Hij moet op zijn knieën, volgens het principe van de processie van Echternach, het voetbalveld rond. Dus kijk goed vooruit en probeer niet te waggelen zoals een eend. Ik denk wel dat het zwaar gaat van. Safi is het pleintje al 1 keer volledig rond geweest. En ze hoopt dat ze mag stoppen. Daar, en daar, en daar. Dat staat allemaal nog vol. Dat duidelijk? En alle kleine deeltjes ook, een meisje. Maar dat gaat niet, ook al ga ik die cirkel 100 keer rond. Dat gaat wel. Alles gaat. Koppig te zijn gaat het niet. Als jij je best doet, is dat allemaal in orde. Afgesproken. Ik doe toch mijn best, maar als ik hier 1000 keer rond ga, dan is het nog niet goed. Dat zullen we dan wel zien. Doe maar verder. Kom terug! Safi heeft er genoeg van. Ze is de onredelijkheid van de zuster beu. Ze zitten wel heel de tijd te zagen over respect voor de leerkrachten en zo. Maar dan mogen ze toch ook wel respect voor ons tonen? Henkens is ondertussen half weg. En hij begint zich stilaan af te vragen waarom hij tegen de zuster per se een grote mond moest opzetten. Er is maar 1 persoon verantwoordelijk voor je gedrag en dat zeide jij. Dat zeide jij. Safi is boos. En weigert nog verder onkruid te wieden. Kraan dicht. En jij gaat verder werken. Als ik dat 1000 keer afga, dan is nog niet elk stukje. Ik zal dat bepalen wanneer dat goed is. En nu ga je verder dat werken. Dat kan, want juist zit je nog te zeggen dat ik dat ding... Oh. Ik zeg nu, je handen spoelen en je gaat verder werken. En Safi neemt een wijs besluit. Ze zit al lang genoeg op het internaat om te beseffen dat ze weer aan het kortste eind zal trekken. Om meer problemen te vermijden, gaat ze weer aan de slag. Maar van harte is het niet. Meestal is de norm wel heel streng en grof.
En ik denk ook dat ze het leuk vinden om je zo uit te schelden en zo. Ze wil echt laten zien dat zij de baas is en dat wij niks zijn in vergelijking met haar. Je weet waarom je gestraft bent. Je hebt ook ingezien dat je ongehoorzaam waart en grof tegen de zuster. Heeft die straf nu iets geholpen? Toch, even ja. Volgende keer zal ik wel twee keer nadenken voordat ik iets zeg. Ik zal mijn excuses wel gaan aanbieden aan de zuster. Misschien was het wel te vlug gereageerd of en te hard, maar dat was niet zo bedoeld dan. Oké, recht staan. We voelen de knieën aan. Pijnlijk. Pijnlijk. Net zoals alle andere colleges in de jaren 50 heeft ook Sint-Victor een toneelclub. En met het schoolfeest in aantocht worden de acteurs behoorlijk zenuwachtig. Morgen zullen ze het stuk dat ze tot hiertoe hebben ingeoefend moeten opvoeren. Rustig, rustig, rustig. Maar ik ken hem bekend. Kent je hem bekend helemaal? Ja. Bekend, maar het is zelfs wel een repetitie. Het is straks repetitie, we hebben ze allemaal van buiten kennen. Verzonder. Ja. Ik had zoiets van, kijk jongens, ik ga jullie hier iets bewijzen. Ik ga tonen dat ik mijn tekst van buiten kan. Speciaal eigenlijk ook voor mijn ouders. Zingen en toneel, dat is echt zo mijn ding. Dus het is wel zo mijn dag. Mijn naam is Romy Herman en als het aan mij ligt, dan sterf ik op het podium. Ik denk dat Romy zo iemand is die altijd wel droomde van sowieso op internaat te zitten of wordt het heel streng en het heel afgemeten. Ik denk dat hij dat eigenlijk heel fijn vindt. In mijn school is er al sinds geen discipline. Allee, niet veel. Ik ga van leerkrachten waar je een band mee kunt hebben. Dat je daar een gesprek mee kunt voeren en die eigenlijk niet te streng zijn. Ik droom vaak gewoon helemaal weg. In de les is dat vaak gewoon dat je zo van ver je naam hoort. Zo. Romy, Romy. Dus, ja, wat is er? Ze kan wel wegdromen en helemaal in haar eigen wereldje zitten. Maar als ze echt iets wil, dan kan ze ook hard werken. En dan moet alles wijken en dan is ze alleen daarmee bezig. Romy, word eens wakker. Ik ken mijn tekst al, man. Ik heb er alle vertrouwen in. Zolang ik mijn zenuwen onder controle heb, gaat alles goed lopen. Het zou wel erg zijn. Het is een blackout voor al die mama's en die papa's. Oh man. En met de grote première in het vooruitzicht mogen de leerlingen vandaag tijdens de generale repetitie voor het eerst hun kostuums passen. Is het goed? Ik zie niet goed met één oog. Jij loopt het teef, dat komt ervan als je ligt te vrijen met Jan en Alleman. Tante, waarom zegt u dat? Ja, sorry. Vandaag ben ik wel zenuwachtig, want het is zo morgen al. En ik was gewoon al een paar stukken tekst vergeten. Ah ja, achterbakse griet. Durf jij de waarheid niet aan? Hoeveel mensen zijn er niet al over je heen gegaan? Ik vind die mens grappig eigenlijk, dat. Nou, dat Candy die altijd hier op hulp sloopt, met die het maagdje waar speelt. Maar uiteindelijk heeft ze verkering met een duivel en doet ze daar al vieze dingen mee. Dus in dat opzicht past het dat wel weer natuurlijk. Nu zijn straf erop zit, rest Nick nog één ding. Ik kan mijn excuses aanbieden, zuster, omdat ik dat juist onbeschoffelijk heb gereageerd. Aan tafel. Ik hoop dat dat eenmalig is. Het is niet de eerste keer dat u eventjes uit de bal gaat. Maar vandaag was het te gortig. Daarom heb ik u buiten gezet. Ik aanvaard uw excuses. Dankjewel, zuster. Het schoolhoofd staat erop dat iedereen er tijdens het schoolfeest fris en monter bij loopt. Daarom heeft de zuster voor de dames een leuke klus in petto. Jullie weten ook dat de meisjes toekomstige huisvrouwen zijn. En dus hebben jullie de opdracht om de kleine was te doen. Ze moeten het ondergoed van de jongens wassen. Nee! Moet je zien, jongen, dat is groen. Groene pis, kom op. De nieuwe winnaar. Die onderbroek waren echt zo oranje soms. Zo. Echt zo met echt zo nog stront aan, zo kak aan dat je zo af moest krabben. Zo. Dat was na die spruitjes. Hey, ik vind het echt belachelijk dat hun daar staan te lachen. Het is hun ondergoed, hè. Een doodschaam, ja. Ik had eigenlijk wel een kompasje. Ik kies een onderbroek als dik is, soms met kussen. We zijn hier in de jaren 50. De vrouw is momenteel minder waard zijn of een vent. Zo staan dat wij mannen, hè. Soms. Ja, wij moeten wel altijd volgen. Ja, de key. Hoe hard wij lijden. Ik ben gewoon blij dat het in 2006 echt niet is, want ik zou echt niet kunnen. Ik zou echt gewoon niet kunnen.
vond echt erg voor die vrouwen. Die werden echt zo benadeeld en zo. En echt zo op neergekeken, precies zo. Ik ben geen huisvrouw, ik zal het nooit worden. In Candy schuilt blijkbaar wel een goede huisvrouw. Candy vond dat heel leuk om dat te doen. Die was echt zo, die straalde daar helemaal van. Die zat echt zo te schrobben en zo. Dat valt best mee. Ja, kijk. Dat moet gedaan worden, hè, ja. Als wij het niet doen, wie gaat het anders doen? En na afloop van de was, wat vond u? Blijft u bij oud wasproduct of kies u toch voor Palmex? Oh, eigenlijk kies ik wel voor Palmex. Echt waar. Witter dan wit, kijk naar mijn was. Tijdens hun vrije tijd 's avonds oefenen de meisjes nog een laatste keer de turndemonstratie van morgen. En ze kunnen daarbij alvast rekenen op heel wat publieke belangstelling. Pukken. Direct langs de muur gaan. Tegen de muur. De Safi heeft iets, Astrid heeft wel iets. Valerie ook. Laat die meisjes eens pukken. Nu allemaal blind worden. Hè. Het feit om die zo in pakjes te zien, waar je eigenlijk alles en niets ziet. Je ziet zo de benen, mooie ranke benen bij de meesten. Ik denk dat er wel momenten zijn dat iedereen wel eens verder denkt. Dat is wel een geest, ik heb toch een kijk naar een beetje leuter te maken. Moet ik zeggen, het is niet dat ik hier bremsen staan. Ja. Ik kan het in mijn mokken tussen zetten, kan ik er ook geen domme ding doen. Hè. Ik wil jullie niet meer zien. Laatste verwittering. Als ik iemand van jullie hier zie, handje. Er rest de heren dus niks anders dan in de ontspanningsruimte verder te fantaseren over het vrouwelijk schoon op Sint-Victor. Alexandra, wat vinden jullie daar? Ik vind dat wel geen moeilijke eigenlijk. Het is niet super knap, maar het is gewoon niet echt een... Dat is echt geen mooie. Ik vind Aris wel een knappe. Dat is wel een knappe, nee, ja. Allee, dat is een toffe. Dat is ook geen lelijke. Ja. Ik ken die. Wijs. Nee, die heeft gewoon een ogenduk van haar eigen. Ja. Romy. Ik vind dat wel een knappe. Ja, dat is toch de knapste van de hoop, vind ik. Natuurlijk. Ik vind die schattig. Maar als het bedtijd wordt, is er nog maar één ding dat door de hoofden van de leerlingen spookt. Naar binnen. Het schoolfeest en het weerzien met hun ouders. Ik ook naar mijn mama gaan wegen als die mensen. Ja, hier is mijn mama ook. Ja, super emo. Wie ga je weten, Yves? Wie ga je, Tom? Goed, Tom, ik zal dat morgen wel zien. Ik zou het wel tof vinden, maar dat het weer moeilijker zijn om zo... Maar, nog zo een week, denk ik. Maar het is nog 6 dagen, weet je. En het gaat zo leuk zijn, weet je. Leuk. Mijn mama gaat mij helemaal uitlachen als ze mij zien. Ja, en mij ook met dat korte rokje gaan me echt zo... Ja. Dat is gewoon voor een rokje, heb jij niet aan. Maar de komst van pa en ma heeft ook voordelen. De leerlingen hopen dat hun ouders allerlei verboden vruchten zullen meebrengen. Ik hoop dat mijn mama cola zo bij. Oh ja, maar dat gaat drank zijn, hè. Of... Ja, het stoken. Geen water, zo. Ik vind dat ze mijn Malibu en zo moet meebrengen. In Geneve. Nee, is dat serieus? Mag je drinken zoveel dat je wil? Ja, toch matig zijn. Gulzigheid is een grote ondeugd. Ja, natuurlijk. God zegt dat een ondeugd is, dus doe ik dat niet, meneer. Ik hoop dat je de nachtrust gebruikt om goed uit te rusten. Dat je morgen voldoende energie hebt om er een feestelijke dag van te maken. Tot morgen. Goedemorgen, dames. Jullie staan er al. Prima. Jullie weten dat vandaag een zeer belangrijke dag is. Vandaag moet het er allemaal geweldig netjes uitzien. Piek, fijn in orde. Zowel jezelf als je bed en alles wat hier met de slaapzaal te maken heeft. Omdat papa en mama komen, hebben we nog wat extra. Kunnen jullie je scheren vandaag? Alsjeblieft. Terwijl de jongens zich proberen te fatsoeneren, klagen de meisjes over de gebrekkige lichaamsverzorging in de jaren 50. Wij zitten zo 2 weken zonder ontharingscrème en zo. En we zijn zo mega begaard. Ik vind als de jongens hun baarden mogen afscheren, dan mogen wij toch ons been ook scheren. Ik kan me niet voorstellen dat mijn oma echt zo haarig was vroeger. Garm mijn opa. Maar de meisjes mogen wel in bad vandaag. Voor Alexandra is het de eerste keer. Heb je de uitleg gegeven? 3 minuutjes maximum. Ik
kan je u wassen. En net zoals de andere dames vindt ze het badkleed en het hergebruiken van het badwater maar niks. Het is echt vuil, hè. Tenzij de poep erin komt en vuil uitkomt. Ondertussen scheren de heren zich vrolijk verder. Vooral voor Yves lijkt dit een heel avontuur. Moet je zo doen of zo? Zo, recht naar beneden. Als je zo doet, dan heb je een gat in je kuik. Nee, merci, man. Dan krijg ik al schrik. Zo. Creepy, hè? Het bit zit erin. Ja, allemaal bloed. Hé, voel het dus af, jongen. Dat klopt. De eerste keer scheren en we hebben al prijs. En terwijl Yves zijn levensgevaarlijke verwondingen verzorgt, voert meneer Wuits een grondige inspectie uit. Ja, jongen. Ja, dat is mijn stekje. Ja, bijwerken. Hop. Oh, en opzij. Nee, maar dat gaat toch niet. Dan ga ik me snijden. Netjes scheren. Op z'n keer. Voilà, daaronder, jongen. Hier. Oilala. En maar is het jaren 50, meneer. Ja, scheert. Ja, ja, de bakkenbaarden lopen niet tot daar. Opnieuw bijwerken. Hé, voilà. Mijn moeder gaat weer trots zijn. En als iedereen fris gewassen en geschoren is, kan alles in gereedheid gebracht worden voor het grote feest. Ik zoek een paar vrijwilligers. En anders kom ik er een paar aanduiden, handen uit de zakken en we gaan ze ook nog uit de mouwen steken ook. Daarvoor dat we dat even laten rusten tot de feestelijkheden begonnen zijn. Dankjewel. Er is immers nog heel wat werk aan de winkel. Ook het materiaal voor de turndemonstratie moet nog klaargezet worden. Hey, die bok. Kunt jij daar te goed over? Zonder hulp? Ja, ik kan het wel. Ik wil gewoon niet vallen. Zometeen, de ouders zakken af naar Sint-Victor voor het schoolfeest. De turndemonstratie slaat in als een bom. En sommige leerlingen maken misbruik van de situatie. Ah, dat is die scheetezappen, man. Goh. Rond de middag komen de papa's en de mama's één voor één toe voor het schoolfeest van Sint-Victor. De verwachtingen zijn hoog gespannen. We zijn heel blij dat we ze gaan zien. We zijn heel benieuwd. We vinden het spannend. Ik denk dat mijn meerdere zenuwachtig zijn dan zij zelf. En ook ouders kunnen stout zijn. De handtassen zitten vol verboden spullen. De lipgloss. Moet ik het doen? Het zit gewoon weg. Ons Valerie is zot van lipgloss. Elke zondagmorgen krijg je chocolade. Goed, dat kan gek zijn. Dat heb ik nu meegebracht, daar chocolade. Oh. Ik wil ze wel zien hoe ze hier zijn, hè? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat hoop ik toch. Heel netjes. Heel beleefd. En, ja, mama, heel gedisciplineerd. Ja, ja. Ondertussen doen de leerlingen er alles aan om bij hun ouders een goede beurt te maken. Iedereen stond daar zo achter die noek van, ah, mijn mama staat daar. Iedereen was kei nerveus. Ja, ik heb u dat gaat dat aan doen. Oh, maar ik heb geen dingen gespeeld. Ja, worden ze nog Jonathan, is het goed? Ja. Ze hebben zich verstopt. Wij waren in spanning. Ja. Dat vind ik niet eerlijk. De directeur besluit om het geduld van de ouders niet langer op de proef te stellen. Beste ouders, ik heet u allen graag van harte welkom op deze feestelijke dag waarop bij hoge uitzondering de teugels een beetje kunnen gevierd worden. Jullie zonen en dochters zijn zichzelf hier af en toe tegengekomen. Er zijn ook tranen gevloeid. Schrik niet te erg. Ze zien er in vergelijking met 2 weken geleden lichtjes anders uit. Er rest mij niets anders te zeggen. Heb veel plezier deze middag. Geniet van de optredens. Ja, ja, ja. En geniet van alle spijzen en dranken. Zeker weten. Hartelijk bedankt. Ik dank u.
jongens, dat is precies zo'n broekje. Ja, ja. Ik vind dat echt zielig. Ja. Het is alsof dat je zo'n plechtige communie gaat doen. Ik heb daar echt compassie mee. Echt waar. En als de eerste schok verwerkt is, komt er al heel snel van overal en nergens snoep tevoorschijn. Iedereen heeft pikloos schoep misschien. Strafschrijven en zo, maar het zal nog wel zijn, dat zit er thuis en goed. Geen uitbundige feestvreugde bij Lies. Haar ouders zijn er niet bij vandaag. Ja, je voelt je kei slecht, hè. Iedereen staat er bij hun ouders, kei vrolijk te wezen. En je staat er zo in je eentje en blijkt dat die daar niet tussen staan. Maar ook zonder de ouders van Lies gaat het schoolfeest gewoon door. Goedemiddag, beste mensen. Het is mij een genoegen als muziekleraar in het Sint-Victor College om u ons koor te mogen voorstellen. Wij willen beginnen met een liedje uit onze Vlaamse volksschat. U zal het wellicht kennen, toch zou ik u vriendelijk willen vragen het zingen aan de leerlingen over te laten voor de vier weverkens. Het was wel leuk om zo met onze ganse klas te bewijzen wat we geleerd hadden. En ja, de ouders keken toch allemaal trots en blij en zo. Als klapstuk van dit kleine concertje het schoollied van Sint-Victor. Sint-Victor is ons college, van je maar het geval. Tijdens het zingen met het koor wordt zo het erg sterk en liepen de koude rillingen echt over mijn rug. We hadden zoiets van, we zijn hier als groep, we zijn hier samen 14 dagen, we zijn er heel uit doorgekomen. Ik stel dan bij deze voor dat we naar buiten gaan. Wij hebben daar de volgende oefening. Dank u wel. Hun oogappels oude volksliedjes horen zingen is voor de meeste ouders een heel nieuwe ervaring. Mama is hier op deur, echt waar. Wat voor zangtalent. We kunnen meedoen aan Idol dus de volgende keer. Ja, nee, dank u. Ja. Een nieuw talent is geboren. Mama, dat komt het weer. Ja. De ouders trekken naar de sportterreinen voor de turndemonstratie. Niet alle meisjes zijn even gerust in de goede afloop van de oefening. Ik zit helemaal niet zitten, want ik kan gewoon niet over die balk. En nu dat ik zenuwachtig ben, dan gaat dat veel moeilijker. En dan zou het schande zijn als ik daar op de grond lag. Dames, oké. Ik vraag 10 minuten totale concentratie. Het is niet voor mij, het is voor jullie ouders. Allee, kom maar, alles of niks, hè? Eindelijk! 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2
Ja, acht, één, twee, drie en vier. Laat keer één, twee, drie en vier en recht. En samen, houding. Pas vertrekken als ik het zeg. Klaar. Ja. Ja. Kom op. Oei.
Kom maar, sneller! Nee! Oh, man! Dames, niet erg. God, mijn meisje. Ik ga naar huis. Ik ben echt beu. Ik heb gezegd dat ik ging vallen. En niet alleen Safi is ongelukkig. Buiten vraagt Lee zich nog steeds af waarom haar ouders haar in de steek hebben gelaten. Stress! Ik kreeg al een tik. Maar de ouders van Lies hebben hun weg naar het internaat dan toch gevonden. Zeg, als Lies is waarschijnlijk al helemaal in paniek. Nee, ik heb een gsm nodig. En met een nummer. Oh, dat is dat. Oh jee, Lies. Ziel blij. Ziel blij. Blij. Hey. Ik heb dan twee. Vragen we zie. Amai. Klein beetje. Ik heb een beetje veel. Op de slaapzaal probeert Aris Safi zo goed en zo kwaad het kan te troosten. En dan dat ik nog eens val en dan nog in die lelijke outfit met die domme Heidi-vlechten. Oh. En dan is iedereen blij omdat ik zo hotij ben. Nee. En dan zijn ze blij. Oh ja, eindelijk die met haar dikke nek maar is gevallen. Maar dat is niet waar. Jawel. Doe niet zuttig. Kom gewoon naar beneden. Maar ik heb wel kopijn. Ik schaam me gewoon door om terug onder de mensen te komen. Ik weet, het was maar een val. Maar het moest maar weer bij mij gebeuren. Je hebt minder afgang als mij. Ik zat de hele tijd fout. Dan zeiden die zo links en ik zat zo rechts. Zo, fuck. Minder afgang. Je kunt niet meer niet afgang waar. Dan dit maken. Dat is niet waar. Echt waar. Niet. Maar het is, jij denkt dat de afgang is. Maar dat is gewoon, dat kan toch iedereen overkomen? Maar jongen, je kent die mensen toch niet. Waarom maakt hij zo druk? Ik doe sokken aan. Nee, ik doe geen sokken aan. Ik ben die lelijke met de sokken. Op dat moment had ik zoiets van, ja, Aris, hou je bek. Maar ze heeft eigenlijk wel gelijk. Ik zou beter gewoon terug in die rij gaan staan. En gewoon weer over die bok springen, zo. Zodat ze toch zien dat ik het kan. En terwijl Safi zich klaarmaakt om terug onder de mensen te komen, maken de leerlingen van de toneelclub zich onder supervisie van meneer Smet klaar voor de grote première van hun voorstelling. Dit jaar kozen wij voor Marieken van Nijmegen. O, heer, ontferm u! Ik laat haar vallen, van boven de bomen. En als ze dan nog wakker wordt, dan heeft ze geluk gehad. Zo doen we dat hier. Geen ontspringte dans. Mijn zoon, geef de mensheid toch nog een kans. Ik zei nog altijd, had één mens. Als één mens alle zonden begaan, ooit in de wereld gevonden, berouw zou hem uitverkoren maken. En nu het laatste optreden van de dag erop zit, kan het feest pas echt beginnen. Ze maakt echt goed na twee weken. Zij wel echt precies vrij op dat moment. Als van niemand zei of zo, kon roken, kon drinken. Zij is niks van. Terug in 2006 precies. De leerlingen zijn zoveel vrijheid niet meer gewoon. En het hele feest loopt dan ook snel uit de hand. Wat doe jij mee? Van nu tot drie verstoppen, we zijn van plan om er nog een paar bij te smijten in de loop van de dag. Dat was zeker. Dat komt wel in orde. Mama, ligt dat daar goed? Ik ga nog halen dan. Ik ga het hem halen. Ik zal nog. Ik sowieso nog vier flessen. Kom, zoveel mogelijk hamsteren. Een stuk of 15, 20 bierflesjes. 6 flessen wijn minstens. Nog chique van ons ma. Echt marginaal, man. Ja, dat gaat er niet. Dat is niks plitten, mama. Maar mooie liedjes duren niet lang. Na een middag vol amusement loopt het schoolfeest op zijn einde. Dames en heren, mag ik even uw aandacht, alstublieft. Spijtig genoeg is het moment gekomen om afscheid te nemen. Ja,
Dat is wel stom dat je dan terug afscheid moet nemen. Want dan heb je zoiets van, ja, ik wil terug naar huis. En die week is er dan zo precies te veel aan. Nee, ga niet weg, want ga je weer streng zijn. En ik ga dat niet aan kunnen. En... Een beetje verweest feesten de leerlingen nog wat na. Cozy ga echt zat zijn. Zeer niet, hè. Een kater van de leven. Nummer 2. Maar de directeur vindt dat het welletjes is geweest. Verdamme! Dames en heren, jullie worden hier voor de poort. Kijk naar uw uniformen, kousen. Alles moet terug volgens de regels die jullie werden opgelegd. Oh my gosh. Dat was echt zo... Oh. De hel gaat weer beginnen. Het was zo één hemelse dag en dan de ouders zijn weg en de hel begon direct. Draai u zomaar in die richting. Tas recht, kousen optrekken. U hebt enkele uren de beest kunnen uithangen. We gaan het nu terug ernstig nemen. De feestelijkheden zijn nu ten einde. Maar voor één leerling komen deze waarschuwingen te laat. Ze heeft net iets te diep in het glas gekeken. Aris, man. Aris, die scheet de zappen, man. Goh, goh. Ik heb echt nog nooit zo'n meisje zo besopen gezien in mijn leven, man. Alles opruimen, in rij staan en we gaan naar bed. Meisjes mogen naar buiten komen en in rij. Gordijnen dicht, vensters sluiten. Jullie hebben vandaag veel plezier en pret beleefd. Maar vanaf nu is dat gedaan. My brain feels misplaced. Hoeveel pintje heb je gedronken? Vier. Echt zo, niet te doen. Normaal is die zat na twee gewoon pintjes, hè? En nu heeft vier gelijk ze er aan duivel gedronken, hè? Heb je enige moeite met iets? Want precies het probleem. Bent u nog nuchter? Ja? Zo te zien niet. Dat u nu ziek wordt deze nacht en dat u moet braken, dat is uw probleem. En jij zult het opkuisen, niet ik. Hoe is dat mogelijk? Dat past hier niet. Maak dat je aangekleed bent, gewas dat je in je bed ligt, zelfs. Foei. Moest u schamen. Volgende week. Dominique slaat door tijdens de turnles. Wat is uw probleem? En dat heeft zware gevolgen. Het is lang geleden dat ik nog een leeg hoofd als jij ben tegengekomen. De hele klas gaat op bedevaart. Ik vind het kut. Echt waar. En dan gebeurt het ondenkbare. De leerlingen komen in opstand. Je hebt uitgerekend 2 minuten voor de deuren open te doen, dames en heren.